Vlaanderen. Een onderwerp die we vandaag gaan aansnijden is dat er heel wat dieren zijn in de wereld, maar de mensen hebben soms een verkeerd idee als ze een dier hebben. Ja, dat klopt inderdaad. Um, er zijn heel veel mensen die eigenlijk een puppy aankopen, maar zich niet echt bewust zijn van het feit dat dat toch wel heel veel verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Um, ze denken, oh, een schattige, een schattige hond, een schattige puppy. Uh, maar dat is toch wel een bewuste keuze die je moet maken. Het gebeurt regelmatig. Je ziet de mensen rondgaan met hun honden. Er wordt er regelmatig een beetje naar gevloekt. Want ja, die dieren die doen hun behoefte op, de, op het voetpad. En de echte mensen beseffen soms niet goed. Want het is tenslotte ook nog altijd een dier. Een dier moet ook zijn behoefte doen. Dat is nu eenmaal de natuur, dus dat hoort er gewoon bij. Uh, dat is misschien ook iets waar mensen niet echt bij stilstaan. Uh, dat dat gewoon moet gebeuren, hè? net zoals jij en ik. Maar zouden we eigenlijk een betere opvoeding niet beter aan de mensen geven? Goh, ik denk toch dat het inderdaad nuttig is om mensen daar bewust van te maken. Dat ze dat inderdaad moeten uh, opkeuzen. Maar ook de mensen die het dan zien, uh, om niet te... Oordelen te zijn dat daar iets ligt, um, om mensen erop te wijzen dat dat inderdaad opgeraapt moet worden, maar daar geen groot, uh, groot cirk van moeten maken, inderdaad. <laughs> Jullie breiden ook uit, want die dieren moeten ook eten. Ja, dat klopt. Er zijn eigenlijk heel veel vragen uh, van hondenbaasjes. Ze hebben niet altijd een idee van, inderdaad, wat mag mijn hond nu eten? Wat is nu eigenlijk gezond? Uh, en daar staan wij eigenlijk in bij. Dus op onze website, uh, op buddybites.be, kan je eigenlijk een profiel aanmaken van je hond. Dus op basis van ras, leeftijd, gewicht, gesteriliseerd, gecastreerd en zo verder. En dan gaan wij eigenlijk de juiste samenstelling voorstellen um, ja, voor het hondenbaasje, voor de hond, natuurlijk. Ja. Je zegt wij, wie bedoel je dan? Ja, um, we hebben eigenlijk eerst onderzoek gedaan samen met nutritionisten en dierenartsen, ook uh, enkele experten van over heel België en Nederland, uh, om eigenlijk de juiste eigenschappen van de hond te linken aan de juiste ingrediënten, zodanig dat elke hond de juiste voeding krijgt. Um, en wij hebben ook een dierenarts in dienst die eigenlijk de, de klanten bijstaat met raad en daad, uh, om allerlei tips te geven over de voeding en de gezondheid van een hond. Ik wil bestellen bij jullie, maar ja, waar ga ik naartoe? Hoe ga ik aan mijn eten geraken? Hoe ga je het allemaal doen? Wordt er overlegd ook met de mensen wat allemaal kan? Uh, dat kan zeker bij vragen, kunnen ze altijd sturen, maar eigenlijk wees het allemaal zichzelf uit. Ze gaan gewoon naar buddybites.be, ze vullen het profiel in. Uh, ze zien dan de voeding die voorgesteld wordt. En als ze dan nog vragen hebben, kunnen ze rechtstreeks bellen naar onze dierenarts. Ja. Maar hoe raak je thuis dan met eten? Die wordt aan huis geleverd, dus opnieuw geen zorgen. Um, het pakketje wordt gewoon voor de deur geleverd.